Nou, Kokwaar, we zaten bij Normal. We zaten met Normal Hart en ja, we kwamen jou ineens tegen. En je had toevallig iets meegekregen van Freaky Pudding. En ja, dat willen we toch even brengen natuurlijk. Wat gaan jullie doen? Nou, we zijn er heel erg lang mee bezig geweest. We hebben een nieuwe kerstclip gemaakt, net zoals vorig jaar. Dit keer voor het goede doel Orange Babies. En we hebben het allemaal wat groter aangepakt. We zijn in de zomer al begonnen met de audio-opnames. En er zitten heel veel hele leuke en lieve collega's mee. Die doen mee en... Die hebben dat allemaal belangeloos gedaan. En het was heel erg gezellig. En hopelijk volgende week, nou ja, niet hopelijk, 3 december is de making-of te zien op YouTube. En 10 december, of 11 december, dat weet ik nog niet zeker, komt de clip zelf online. Kunnen mensen dat ook nog kopen, downloaden, noem maar op? Nee, deze keer is het gewoon een videoclipje wat je kan zien op YouTube. En we willen graag dat mensen dan donateurs worden van Orange Babies of giften kunnen geven. Dus aan het eind van de videoclip staan de informatie van Orange Babies. Dus het project van Freaky Pudding. Nou, voor degenen die het nog niet kennen, wie is Freaky Pudding? Freaky Pudding, dat is een muziekschrijf, duo, productieteam bestaande uit Jasper Kerkhoff. Wel bekend ook onder de musical fans en liefhebbers. En mezelf. En dat doen we al een jaar of 3, 4. Wat schrijven we muziek, halen er een zanger of zangeres bij die wij heel goed vinden of goed vinden passen binnen het nummer wat we hebben geschreven. En ja, dat nemen we op en dat zetten we op YouTube en kijken of mensen het leuk vinden. Tot nu toe vinden mensen het toch wel aardig, geloof ik. Kan je eens wat namen noemen die jullie zo wel, waarmee jullie nummers hebben opgenomen? Waarmee we nummers hebben opgenomen? Ja hoor, Stanley Burleson, Freek Bartels, die hebben we net gezien in het stuk wat we net hebben gezien. René van Wegberg, Daphne Flint, Ara Lici, Tony Neef, Casey Francesco en de medley die we hebben gemaakt, de nieuwe kerstclip, die zitten wel hele grote. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk om te noemen. Simone Kleinsma doet mee, Pia Douwens doet mee, Jamai doet mee, Tony doet ook weer mee, Freek doet mee, René van Kooten, Lone van Roos. Nou ja, heel erg veel, dus je moet allemaal kijken. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat iedereen dat wilde doen, zomaar. Dus dat was hartstikke leuk. Oké, okay, wat kunnen jullie nog niet in de toekomst voor jullie iets verwachten? Ik bedoel, ik wacht nog steeds met smart op die cd. Ja, wij ook. Wij blijven gewoon schrijven. Wij doen het omdat we het leuk vinden. En wat ik het belangrijkste vind, is dat mensen onze muziek horen en daarvan kunnen genieten. Ik weet, het is een tijdje geleden dat we een nieuw nummer op YouTube hebben gezet. We zijn heel druk bezig geweest met hele andere dingen. Dus bijvoorbeeld deze kerstmedley. Maar er komt wel nieuwe muziek aan. Dus dat kan ik dan wel zeggen. En wanneer de cd uitkomt, ja, ik weet het niet. Ik hoop dat er een leuke uitgever of een platenmaatschappij is die ons zou willen oppikken. Maar dat zien we dan wel. Hey, nou, je moet zo meteen weer door naar Hazes, de musical. Dus ik ben je toi vanavond en fijn dat je er even was. Dankjewel, helemaal goed.